Ik ben René Bink en ik ben een van de oprichters van Healthy Fridge. Healthy Fridge is een concept waarmee je 24/7 in een kantoor of in een ziekenhuis op een vliegveld verse salades, pokeballs, wraps, allemaal dat soort producten uit een automaat kan kopen. Je kan heel makkelijk iets in je mandje doen. Zeg je van oké, en dan kun je via deze betaalmodule kun je contactloos betalen. Dat is eigenlijk hoe het werkt. Er gaat een liftje op en neer en je kan het product eruit pakken. Als je bijvoorbeeld nu in een vliegtuig stapt naar Japan, zie je dit soort modellen al veel langer. Dit bestaat in Azië al veel meer. Wij zijn food en tech en het begint aan het begin. We hebben dus een selectie van producenten die gewoon een heel mooi ambachtelijk product kunnen maken. Die krijgen precies inzage in wanneer iets nodig is, wanneer het besteld kan worden. Dat die informatie die krijgen ze via de machines. Want we meten gewoon elk moment van de dag. Wat zijn de voorraadstanden, wat is er verkocht en wat staat er nog. Zij produceren dat en vervolgens hebben we een hele korte klap. Zij maken dat 's middags, 's avonds en 's ochtends vroeg rond een uur of vier beginnen we het al uit te leveren naar al die plekken. Dus alles wat jij vindt in de machine is kort daarvoor gemaakt. Ja, en dat is uiteindelijk die versheid. Dat is wat je proeft. Wat wij heel interessant vinden is gewoon echt proberen te begrijpen wat die consument nou wil en niet wil. Wat gewoon heel belangrijk is in het hele verdienmodel is dat de kosten beheersbaar worden. En die worden beheersbaar als ook de kosten van die machines beperkt is. En er zit gewoon heel veel innovatie in de software en de hardware waarom wij denken dat het nu het juiste moment is om dit in Nederland neer te zetten. Want uiteindelijk wat wij aan het doen zijn elke keer een klein restaurantje neerzetten op zo'n plek. En het gaat pas goed als alles werkt. En er gaat wel eens wat mis op het moment dat het netwerk van KPN een dag zwakker is, dan merken wij wel eens dat een router daar moeite mee heeft en zullen we daarop moeten reageren. Elk detail moet elke keer kloppen en we gaan pas naar de volgende locatie als de vorige klopt. Dus we gewoon heel stapsgewijs werken wij van locatie naar locatie en zo willen wij groeien.